Wat leuk dat u naar mij kijkt. Ik wilde iets tegen u zeggen. En het duurt niet lang ook hoor, maar het is wel van binnenuit. Mens en gevoelens, dat was een blad wat ik ooit heb opgericht. En dat was een cultureel humoristisch tijdschrift. Ik heb het opgericht in 1988. Toen is het ook voor het eerst verschenen. Het is ook wel fijn als je het opricht en het verschijnt ook. En meteen, dat is heel grappig, toen het blad in de winkel lag en mensen thuis hadden, iedereen voelde, hier hebben we behoefte aan. Kunst, humor en amusement in één blad. En wat een warmte straalt het uit. Ja, 18 jaar later en 85 nummers verder ging het blad over in de Margreet-DVD. Een DVD-tijdschrift, dat was ook modern. En dat was nieuw, maar zoals u weet is de DVD-markt op een gegeven moment totaal ingestort. En dus eigenlijk ook de Margreet-DVD. Maar nu, ik hou het kort hoor, nu groot nieuws, komen we terug met het blad Mens en Gevoelens. En ik laat even zien, dit was het oude nummer met prachtige verhalen, met mooie reportages erin. En nu komen we dus terug met nummer 86, want dit was nummer 85. En ook weer echt op papier. En dat is eigenlijk het nieuwste van het nieuwste. Heel veel jonge mensen die digitaal zijn opgegroeid, die hebben ineens behoefte aan de warmte van een echt papier. Papieren tijdschrift. Oh, een tijdschrift dat je lekker beet kan pakken, dat lekker ruikt, dat echt van jou is. Je eigen papieren blad. En je kunt het overal mee naartoe nemen, mee naar bed nemen, in de trein lezen, op de wc lezen. Het is van jou en het blijft van jou. Oh, ik voel dat heel veel jonge mensen zin hebben om iets tastbaars te hebben. Dat is het modernste van het modernste. Een papieren tijdschrift. En ook ons blad Mens en Gevoelens. Wat een prachtige foto's. Wat een heerlijke inhoud. Wat een begripvolle interviews. Wat een ontroerende ontboezemingen. En wat een idealistische inkijkjes. Jongen. Een echt mensenblad is Mens en Gevoelens. Het maakt je leven rijker en grenzelozer. Ja, dat is waar hoor. En naast het papieren tijdschrift hebben we natuurlijk ook nog een digitale poot. Daar kunt u reportages zien, extra informatie, doorverwijzingen en ook grappige dialogen. Waar ga jij naartoe? Ja, dat weet ik niet. En waarom weet je dat niet? Ja, dat weet ik ook niet. Dat soort dialogen. Dames en heren, kijkersboevenkindjes, maak uw wereld mooier. En sluit u aan bij de mens- en gevoelensbeweging. Ik zeg trouwens steeds u, maar misschien moet ik gewoon je zeggen, want ik voel wel een soort vertrouwensband. Nou, ik zou het kort houden en ik hou het ook kort. Ik hoop in elk geval dat je kiest voor onafhankelijk denken, want dat is mensgevoelens, nieuw idealisme en ook toegankelijke en ook ontoegankelijke kunst en cultuur. Kies voor vrijheid, kies voor mens en gevoelens. Ik hoop dat je ervan geniet en dat ik je niet teleurstel. Dank voor je aandacht. Nou, dat wilde ik even zeggen en het duurde niet te lang, hè.